Goeiedag, ik ben Bert Westhoff van BASF Nederland. Ik sta hier in het perceel Aarpelen om u te attenderen op het belang van een goede sclerotinia-bestrijding. Sclerotinia kan zowel voorkomen in poot, consumptie als zetmeel aardappelen. Sclerotinia is een sluipmoordenaar die echter wel goed te bestrijden is. Voor een goede bestrijding van sclerotinia in aardappelen zijn twee zaken zeer belangrijk. 1. Op tijd beginnen, zodat u nog goed onder in het gewas kan komen. En 2. Het sterkste product, Signum. Sclerotinia infecteert over het algemeen vroeg uw gewas, vanaf midden juni. Maar wordt vaak pas veel later opgemerkt. Afhankelijk van het weer verschijnen de paddenstoeltjes dus vanaf midden juni en infecteren dan uw onderste stengeldelen. Om Signum het beste tot zijn recht te laten komen, is een preventieve inzet belangrijk. Ik adviseer dan ook om voor het sluiten van het gewas al 2 bespuitingen uitgevoerd te hebben. Uit zowel proeven als praktijkervaring blijkt dat dat het beste resultaat geeft. Kortom, voor het beste resultaat tegen sclerotinia start u op tijd met 0,2 Signum en herhaalt u dat nog 2 of 3 keer. Tot ziens en veel succes met uw aardappelteelt. BASF. We create chemistry.